onderzoekstafel om te onderzoeken waar iemand aan gestorven is hier in Alcatraz. Ik hoop dat ik wel levend uit Alcatraz kom. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. We zijn er weer mensen in Alcatraz. Heb jij er vandaag zin in? Klik alvast even op dat duimpje omhoog als je nieuw bent. Hallo, abonneer, welkom, druk ook op het belletje, want dan weet je wanneer een nieuwe video er is. Of join de Discord, of volg me op social media. Hey, linkje vind je allemaal beneden in de beschrijving. Mensen in ieder geval, welkom bij een nieuwe Alcatraz video. We zitten hier nog steeds. We hebben natuurlijk allemaal gisteren kunnen zien hoe ik hier ben gekomen. Heb je dat niet gezien, eerst linkje in de beschrijving. Dan ga je even naar de video toe van gisteren. En we zijn hier. Ik zit hier nu een dag ongeveer, om zo maar te zeggen. En het is hier vrij dood. Misschien ook de reden waarom ik hier naartoe ben gebracht. Ik heb uitgebroken. Dan hier naartoe gebracht worden. Ik kan natuurlijk vrijwel met niemand een deal sluiten. Of wat dan ook allemaal. Voor de rest ook. We hebben ook allemaal gezien hoe het werkt met het lucht. En weet ik het allemaal. Dat moet je verdienen-achtig iets. In ieder geval gewoon wanneer ze er eigenlijk zin in hebben. Er zullen ze wel eens een keertje komen. Maar 99 van de 99% hebben ze er geen zin in. Dus ben je hier vrijwel helemaal alleen. En is hier helemaal niemand. En kan ik doen en laten wat ik wil. Voor zover wat je kan doen en laten wat je wil. Hier in de prison. Snap je het nog? Inderdaad, het is hier dus dood. Dood, lelijk en oud. En I don't know. Want ik vind dit niet echt mooi. Maar goed, het maakt helemaal niet uit. In ieder geval mensen, welkom. We zijn dus hier in Alcatraz. We gaan vandaag even rondkijken hier wat we allemaal kunnen zien en kunnen doen. En weet ik het allemaal. Dit is de eerste keer natuurlijk dat ik hier zit. Ik heb natuurlijk in de gewone prison gezeten. Ik heb in de fancy prison gezeten, om zo maar te zeggen. Ik heb in de area in de prison gezeten. Nou, in de steden heb ik ook hier en daar was in een prison gezeten. Niet in de prison, in de gevangenis, om zo maar te zeggen. Maar dat is voor deze niet heel boeiend. Ik heb natuurlijk Guantanamo gezeten en nu ook hier in deze. Dus ik heb zo'n beetje eigenlijk elke gevangenis wel gehad van high, secured, weet ik wel wat, wat dan ook allemaal. We gaan dus vandaag eens even rondkijken hoe wat allemaal. Dit is dus mijn cel, cel nummer 2. Een cel is hier eigenlijk vrij basic. Hoewel, ik moet zeggen, de cellen hier zijn bijna groter dan een gewone cel die je krijgt. Of misschien zelfs wel groter dan dat je krijgt in de gewone prison, overigens. Want ik moet zeggen, je hebt hier best wel wat ruimte. Natuurlijk, oké, het is allemaal voor de rest aftans en hout en weet ik het allemaal. Maar het is een behoorlijk hoge cel ook wat dat betreft. Maar dat dus. Voor de rest, er zijn hier wel veel cellen. Cel 22, ik weet niet wat het hoogste. Voor mij 24 als ik het heb. 23, ja, dan moet dit 24 zijn, right? Ja, 24 cellen zijn er in totaal. Dat zou betekenen dat er zouden hier dus 24 man tegelijkertijd maximaal op het moment kunnen worden vastgehouden. Ik ben de enige hier, want 9 van de 10 keer wordt hier niemand toegebracht, omdat dan voor mij moet je dan echt hele erge dingen hebben gedaan. Tot dan toch ook wel tegenwoordig een uitbraak of iets. En dat gebeurt niet heel erg vaak. Dus als je hier nou komt, wat ik hier dus nu zit, dan zit je hier ook vrijwel alleen. We gaan dus even hier naar beneden toe kijken wat hier allemaal is. Want ik heb ook voor de rest allemaal nog niet eens gezien en gekeken wat er kwam. Dus ik dacht van, yo, ik geloof het allemaal wel. Ik zit hier en dat is pretty fucked up. Met name veel bloedspetters en weet ik het allemaal. Voor mij wordt het nooit schoongemaakt hier. I don't know. Wat ik zeg, al deze cellen, ja. Ze zijn allemaal hetzelfde wat dat betreft. Totaal niet boeiend. En op veel plekken ligt overigens bloed. Echt veel plekken. Hier dan weer niet. Hier dan weer wel. Daar dan weer wel. Zoals hier ligt ook alweer bloed. Maar goed, die gaat mij niet vertellen dat in al deze cellen überhaupt mensen hebben gezeten. Dat lijkt me niet. Maar goed, dat maakt het ook uit. We hebben hier dus in ieder geval de soort van binnenplaats waar ik kan. Maar je kan in ieder geval eten met totaal 8 man. 24 cellen. Kappa. We hebben hier, denk ik tenminste, dat dit een keuken of achter iets moet zijn. Ziet er behoorlijk skeer uit. Geen signs, helemaal niks. Ik heb verder ook geen informatie gekregen over boekjes of wat dan ook allemaal. Dus ik heb ook voor de rest geen idee. Wat dan wel. Je krijgt hier vrijwel niks mee. Dus ik denk dat dit voor het eten is. Geen idee, maar het zal wel. Je hebt hier natuurlijk een plekje waar je kan trainen. Mocht je dat interessant vinden om te doen, dan kan dat hier in ieder geval. Maar ja, niet heel interessant. Dan heb je hier nog een tafeltennisplek. Nee. Gewoon nee. Eén ding wat wel is dat hier blijkbaar 24/7, want daar mijn cel zit daar ook. Dat die 24/7 open staat, dat is het enige positief, I guess, hier, dat je altijd je cel uit kan. En dat is natuurlijk ook in de gewone prison, maar daar heb je natuurlijk maar een bepaalde plek waar je naartoe kan. Je kan er niet altijd naar buiten toe, waar natuurlijk wel alle toestellen zijn. En je hebt ze hier binnen zitten, maar voor de rest, ja. Het valt op zich wel mee. En hier is eigenlijk vrij ook wel niks dan bloed. En je hebt hier dus de isoleercellen en je hebt hier de EHBO. En ik heb toestemming gekregen, mensen, om de EHBO te bekijken vandaag. Dus we gaan ook zeker de EHBO bekijken vandaag, want als dat mag, dan mag dat. En dan gaan we dus gewoon hier lekker naar binnen toe.
En dan gaan we dus lekker hier naar binnen toe. En dan gaan we eens even kijken hoe het hier werkt bij de EHBO wat dat betreft. Ik heb werkelijk maar geen idee. Ik denk dat dit daar... I don't know. Zou het zijn? Lockers of zo? Ik heb werkelijk maar geen idee hoe en wat allemaal. Nog steeds veel bloed hier. Dat is één ding wat hier wel is, veel bloed. Ik weet niet wie er hier is aangevallen of iets, maar... Oké. Ja, je hebt in ieder geval bedden staan tijdens je binnenkomt. Dit zijn bedden, right? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dit bedden moet zijn met de sneeuwkussen. Dat is lekker... Lekker zacht, lekker koud. Wat hebben we dan hier in godsnaam? Dit is archiefladen of zo, denk ik. Of nee, wacht. Oh, wait a second. Is dit een mortuarium gebeuren waar je lijken in kan douwen dat ze koud blijven? Dit is zo'n tafel. Yep. Oké. Ik dacht even, dit zijn laden of zo met informatie. Maar nee, dit zijn van die dingen. Je kan een lichaam op liggen en dan kan die er cool gebeuren in. Dan blijft het lichaam gekoeld. Waardoor die langer, ja, om zo maar te zeggen, in goede staat blijft voor eventueel onderzoek, wat ook allemaal. Aha, fijn. Lekker dat dat hier zo ligt met zo'n tafel en allemaal. En al dat bloed hier. Heerlijk. Goed, dan hebben we hier. Gewoon, ik denk dat dit gewoon iets van, is dit ook tafels of iets? Of is dit een bureau of zo? Ja, ik heb geen idee, joh. Ik heb geen idee. Ik denk dat dit iets van de hier wordt informatie opgeslagen, I guess. Iets in die trend. Of ik zeg het helemaal verkeerd. Maar ik heb geen idee. Ik kom niet zo vaak op een... Nou, sowieso. Dit lijkt denk ik een half ziekenhuis. Ik kom niet zo vaak bij de EHBO. Maar goed, je hebt hier dus ook een heel onderzoekstafel om te onderzoeken waar iemand aan gestorven is hier in Alcatraz. Ik hoop dat ik wel levend uit Alcatraz kom. Damn. En dan heb je achter ook nog een ruimte. En wat hebben we dan hier in godsnaam? Oh, dit zijn gewoon bedden. Dit zijn echt gewoon letterlijk tweepersoonsbedden. Dus eigenlijk is het helemaal niet gek om op de EHBO terecht te komen. Want dan heb je dus letterlijk gewoon een tweepersoonsbed waar je kan liggen. Wel, al die bedden zijn hier smerig, zijn vies. Maar je hebt wel een tweepersoonsbed daarentegen. Is hier verder nog iets te ontdekken of iets? Nee, je hebt hier een medic kit of wat het ook allemaal maar is. En je hebt hier een pot aardbeien of blauwe bessenjam. Tuurlijk, dat heb je altijd nodig. Dat is hier voor je dus de EHBO. Niet heel speciaal, niet heel uitgebreid ook. Maar goed, dat is volgens mij niks hier. Het is allemaal heel nieuw hier. Moet eens een keer geld tegen deze gevangenis aan gaan smijten. Dat er wat mee moet gaan. Oh, dat al dit groen wat hier allemaal groeit. Dat ik denk van, I don't know, maar... Hè? Waarom zit dat hier overal? Waarom? Waar de fuck op? Ik begrijp het niet, maar... Dat zal wel aan mij liggen, joh. Ik begrijp het niet, maar goed, maakt helemaal niet uit. Ik weet ook niet of dit überhaupt nog in gebruik genomen is, of voor dingen wel. Want deze dingen staan gewoon letterlijk open. Dat je denkt van dat het dicht zit. Maar goed, misschien zit het ook nog wel. Nou, gadverdamme. Daar gingen de ads. Hey, we kregen wel een standaard inkomen, mensen. Dat is wel goed. Kijk, de tijd dat wij dus hier gewoon nu in de prison zitten, we krijgen wel gewoon een lekker inkomen. Dus wat dat betreft, dat is allemaal wel gewoon nice en mooi en weet ik het allemaal. Maar nee. Goed, ik check het allemaal nog één keer nergens van een escape poging hier wat er kan. Het is allemaal ook gewoon... Voor mij is het ook gewoon ver onder de grond deze prison. Want toen ik hier binnen kwam, moest ik ook allemaal door deuren heen en trappen af. En ik moest naar beneden toe en weet ik het allemaal. Dus wat dat betreft, ja. Nee, we zitten voor mij echt ver onder de grond. Dus als we uiteindelijk... Al zouden we hier uitbreken onder de grond, dan komen we waarschijnlijk uit in het water en dan moet je zwemmen en weet ik het allemaal. Dus dat is in ieder geval ook geen optie wat dat betreft. We hebben ook nog die isoleer. Als jullie graag willen dat we ook de ISO gaan bekijken, laat dan vooral voor achter in de reacties dat je daar graag wil. En zorg ook dat je de duimpje omhoog hebt aangeklikt. En natuurlijk ook dat je dan bent geabonneerd, want dan weet je wanneer we natuurlijk naar de ISO gaan. Als we dat gaan doen, dan ga ik dat regelen, mensen, dat we ook misschien wel de ISO mogen bekijken. En dan wel vanaf... De buitenkant niet dat we erin zullen zitten. Ik heb geen idee. Er zit dus wel meer achter de ruimte dan alleen maar een deurtje met dit en dat. Dat er één bureautje zit voor de EHBO. Er zit wel echt wel wat achter wat dat betreft. Dan ben je dus weer hier. Dat is het dus. Mensen, je merkt ook wel. Het is allemaal heel basic hier. Het is echt een... wat zou ik ervan zeggen? Het is wel heel rustig hier. Het is rustig, dus je komt tot rust om zo maar te zeggen. Het is bijna vakantie. Maar tegelijkertijd, er is hier helemaal niks. Je hebt niemand om aan te spreken heel de dag. Er komt, wat ik ook zei, vrijwel geen guard langs of iets wat ook allemaal. Je ziet hier echt eigenlijk een soort van weg te rotten. Hier gewoon op dit. En daar moet je het eigenlijk mee doen. Je kan wel dingen uithalen, dus je kan hierop lopen en op staan. Maar ja, zoals je wellicht ook zelf wel begrijpt, nobody will give a fuck. Alleen in de gewone prison mag je dat soort dingen niet doen. Maar hier, ja, je kan ook gewoon hier rustig je gear uittrekken. Die wordt toch niet waargesproken, want... Nobody gives a fuck over here.
Wel meer vrijheid daarentegen dan Guantanamo natuurlijk. Guantanamo moest je echt gewoon afhankelijk zijn van mogen alsjeblieft de cel uit. Dat was wel iets strikter wat dat betreft dan dit. Dus dit valt op zich mee van wat ik ben gewend qua prison. Maar voor de mensen, ik kan je één ding melden. Als je wordt opgepakt wat er kan, maar zorg niet dat het door Defensie of wat er kan is. Want prison is op zich nog lachen en dan kan je nog fun hebben. Alcatraz, dat is, zoals je kan zien, dood, saai. En er valt oprecht niks te doen. Voor nu mensen, allemaal, enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe het allemaal even lekker dat duimpje omhoog aan klikken. Als je natuurlijk nieuw bent, abonneer, welkom en mensen, tot morgen.